In de kwartfinale werd uitgeschakeld door Raymond van Barneveld. Het jaar daarvoor de halve finale door Andy Hamilton. Dus op een 1-0 voorsprong in de eerste set en vervolgt hij. Nee. Ja, die hadden we gehad. Whitlock natuurlijk. Weet je, hebben we nog een paar keer over gehad. Ja, Komela had hem nog niet gehad in ieder geval. Oh, Whitlock. Hij heeft hem nog een keer gehad. Er is er niet veel aan onder. Nou, laat ze elkaar maar eens lekker opzwepen dan. We zijn er aan toe. Wel, hij gaat ook echt steeds beter spelen. Gemiddelde is ook stijgende. Hoppla, nummerootje 4 voor... Maar het betekent niet meer dat, dan dat Komela op 1-1 gekomen is in de vierde set. De speler tegen Simon Whitlock. Maar ja, het gaat niet altijd en meestal niet zelfs volgens die plaatsingslijst. Anders... Nou, en Newton komt meteen met het antwoord. Opent met 180. En Whitlock als belangrijkste exponenten voor de halve finale plekken. Blijft er eigenlijk één halve finale plek over. Terwijl Newton weer een keer een 180 scoort. Om de mondhoeken komen. Ja, dit ziet er wel makkelijk uit. Kijk, dit is soepel, dit is snel. Hop, hop, hop. En dan zie je ook, dan valt het dus. Allemaal in het voordeel van Wes Newton. En die mag nou gaan beginnen aan deze lijk. En als hij hem wint, dan staat hij in de derde ronde. En hij opent werkelijk schitterend met 180. Spelers, of maakt hem dat niet zoveel uit? Ik denk dat het er niet zo heel veel uit maakt. Terwijl Henderson de eerste 180. Dit is nog een goed begin, wat heet. Eindelijk een goede leg van de schot. Ja, maar de buiten is nog niet binnen, want Webster's Jan Henderson te geven. U kunt dus inderdaad, terwijl Webster zijn met Henderson Webster. En dit is toch wel echt een wedstrijd die dicht bij elkaar lijkt te blijven. Het is wel, voor mijn gevoel, Webster, die tempo van Mark Webster. Vallen die trippels makkelijk en dan zit hij er ook weer net zo makkelijk zoals in die vorige gebeurt. Gewoon 2,5 centimeter onder. Dit is de tweede 180 van... Ja, ja, maar zo, hè. Dit ziet er weer beter uit. Zou Taylor er alweer mee bezig zijn? Absoluut. Kijk eens naar die... Henderson opent met 180. Hij heeft zojuist dus die leg gewonnen. Vierde triple. En nummer 5. En nummer 6. We gaan ons opmaken voor een 9-darter. Terry Jack. Dat is lekker. Prettig, deze fase van... Hij moet die schwung erin houden. Deze schwung dus. Deze schwung dus. Hobart met 21. Maar nog niet. Ja, kijk eens. Mark Webster. Definitieve doorbraak kan verseren, doet hij het weer niet. En dan komt Webster weer. En die heeft bijna altijd een goede score... om richting een finish te gaan. Wat heet wat de kroon op het jaar. Ja, en hij kan natuurlijk als nummer 1 van de wereld 2014 ingaan.
McDyne, 180. Kijk, dit zien we graag. Dit zien we graag. Die dartwinkels hebben en die shop. Alle spullen van Vergerwen zijn gewoon uitverkocht zo'n beetje. Iedereen wil dat hebben. Het enige is, we zullen nooit de finale tussen Vergerwen en Lewis krijgen dit jaar. Dat gaat niet. Hoppatee, allebei een 180. Ik schrijf door. Het is natuurlijk ook maar de vraag of deze Vergerwen hem te laat komen. Die wordt wel gepusht nu door McDonald. Ja, dat is toch knap hè, dat je dat kunt. Ja, dat kunnen de grote. De grote kunnen de extra versnelling schakelen. McDyne gaat lekker mee. Die pusht hem dus nu ook weer. Die serieus tegenstand biedt. Zo goed moet je dus gooien om Van Gerwen pijn te doen. Opent met 180. Op 1-1 brengen. Of is het Van Gerwen die erop en erover gaat? Het begin is sterk van de Engelsman. Zo. Wat heet? Zijn vierde. Staat heel onbevangen te spelen, McDyne. Opent met 180 en Van Gerwen doet hetzelfde. Ja, dit zijn twee jonge darters die elkaar op hetzelfde niveau, bij de 50%. Van Gerwen scoort dan weliswaar ruim boven de 100, maar McDyne doet het ook niet slecht. Het is wel al de zesde 180 voor Van Gerwen. Van Gerwen is aan het klimmen. Die 180'ers vallen wel heel makkelijk hoor. Als hij niet meer gepusht wordt Van Gerwen, zakt hij ook een beetje in. Een beetje, Jacques. Ja, het is wel zo'n 880. Nou ja, als je nog een paar trippels erbij gooit, dan schiet dat gemiddelde vanzelf weer door de 101. 9 darter. Overtuigd in ieder geval. Heeft de laatste 6 legs allemaal gewonnen. En opent met 180. Ja, het zit goed. Het zit fantastisch. Hoe ver boven? Tweede ronde, niet 1. Derde ronde, niet 1. Pas in de kwartfinale, toen kwam het echt los. En dan krijg je dus de grote namen tegen elkaar en dan push je ze rond op 32. Van Gerwen opent met 180. We tellen het iets onder de 400. Klopt hier voor zijn kans. Hij doet dat meer dan voortreffelijk. Maar de druk bleek voor Webster te groot om die matchstart er eindelijk in te gooien. En hij miste 6 keer en een nieuwe kans kreeg hij niet. En dit is de leg die beslist over wie de eerste set pakt. En het zou zomaar eens Andy Smith kunnen zijn. Kijk eens, zijn langzame comeback van James Wade. In ieder geval is zijn eerste 100. Zeker omdat Lewis er wel 2 op zak heeft. Dat is echt een pijnpuntje tussen die twee. Oh. En ze zouden elkaar... Dat hij nooit op voorsprong in zo'n wedstrijd. Dan blijft hij steeds achter de tegenstander aan hobbelen. Ja. Whitlock heeft hij 2 keer volgens mij op het allerlaatste moment te grazen genomen. In 2 kwartfinales recentelijk. Die lichtjes die miste ik nog in de sick van Peter Wright. Maar die gaan er misschien ook nog komen. De lichtjes zien we ook. En dan vindt Wade het ineens weer wel. En dan gooit hij wel heel sterk aan zijn eigen leg. Maar... Maar het is nog niet zo ver. Smith heeft deze leg nog helemaal niet. Integendeel. Heel even kwijt was, die heeft hij nu weer. En dan ineens, hè, is het weer terug. Oh ja, dan gaat hij een kans krijgen, hoor. 139, 140 gegooid tot nu toe. Ongelooflijk. En 100. Evans verloor alle 3 de groepswedstrijden uiteindelijk. 180. Evans met zijn eerste 100 dagen geleden. Oh, gisteren was dat een kijkersvraag aan de kijkers gesteld. Wie wordt volgens u de verrassende naam? Maar ook King is
van de nul af als het gaat om 180.